Het vieren van 75 jaar vrijheid is vandaag gestart in Terneuzen. Daar werd de Slag om de Schelde herdacht en het start zijn gegeven voor het vieren van de bevrijding. Als de oorlog uitbreekt is Adolphe 25 jaar. In 1944 neemt hij deel aan het offensief op Walcheren. Hij wordt in de borst geraakt en sterft de volgende dag. In het Scheldetheater werden verhalen verteld over gevallen soldaten, maar ook de levens gevierd van de jonge mannen die Nederland bevrijden in 1944 en 1945. Ze kregen een staande ovatie als dank. It's special because I can see in the faces of the people here the results that we had of what we did 75 years ago. How does that make you feel? Very satisfying that what we did proved out to be the way it ended up. In het najaar van 1944 proberen de geallieerden de haven van Antwerpen in handen te krijgen om vanuit daar de troepen in Europa te bevoorraden. Dat lukt, maar pas na weken bloedige strijd waarbij 10.000 mensen om het leven komen. De Slag om de Schelde zal uiteindelijk bekend komen te staan als een van de zwaarste operaties uit de Tweede Wereldoorlog. Toch is de slag relatief onbekend. Het wordt daarom ook wel de Vergeten Slag genoemd. Ik had er wel eens over gehoord, maar in de afgelopen jaren ben ik me er gewoon wat meer in gaan verdiepen. Omdat ik wist dat dit de aftrap zou zijn. Ik weet dus wel van de bombardementen die op Vlissingen en zo zijn geweest. Dus het zit wel vaag in mijn hoofd, maar dat zo ingrijpend geweest is, dat heb ik me niet gerealiseerd. Nee, dat zie ik hier terug. Buiten werden de veteranen opnieuw geëerd en waren er tijdens een vlootschouw saluutschoten. En dan is het tijd voor de officiële aftrap van het vieren van 75 jaar vrijheid. Koning Willem-Alexander luidt het vieringsjaar in met een tik op de belboei die 75 jaar geleden in de Westerschelde de mijnenvrije doorgang markeerde. De start is begonnen!